De 42e rij voor personenwagens kreeg ook bezoek van de minister van Verkeer en Waterstaat en mevrouw Korthals, die door het bestuur werden verwelkomd. Zoals vele andere bezoekers wilde de minister een van de vele Amerikaanse sleeën ook wel eens van binnen zien. De drukknopauto bevatte zoveel wonderen dat zelfs de minister er met zijn excellente hoofd niet helemaal bij kon. De heer Korthals maakte ook een ritje in de carousel waarmee een Franse autofabriek en haar charmante gastvrouwen zoveel succes hadden op deze rij. De minister van Verkeer kreeg zo een goede indruk van de vering en de wegligging van dit wagentje. De enige personenauto die in Nederland wordt geproduceerd genoot eveneens extra ministeriële belangstelling. Deze autosalon werd de volgende avond gesloten met het traditionele klaxonconcert. In een droom van een Franse automobiel ontvluchten de voorzitter en de secretaris van de rij dit oorverdovend lawaai. Van dit gebouw, dat 38 jaar dienst deed, reden zij naar een bouwwerk dat zoetjes aan zijn voltooiing nadert. De nieuwe rij, waar de volgende, de 43e rij, gehouden zal worden. De algemeen voorzitter, de heer Ten Hoeve, en de secretaris wierpen dus een blik in de toekomst. Een toekomst met een groot perspectief voor de vereniging de rijwiel- en auto-industrie. En hier is dan Maastricht. Carnaval 1960, zondagmorgen. De bekende carnavalsgek, de Nauwe, zijn vrouw en zijn kinderen gaan al voor de middag de deur uit. Ze willen het begin van het driedaagse feest der wijze dwaasheid niet missen. En dat feest begint om 11 uur en 6 maal 11 minuten op het Vrijthof met een salvo van het aloude Momuskanon. Minzaam kijkt prins Louis II neer op het werk van de opperkanonier Maréchal Funkeleer voor wie het kinderwerk is. Een alaaf van de Raad van Elf voor het Mooswief, het pikante fotomodel van de Maastrichtse carnaval. Maastrichtse schotten openen het bonte schouwspel De Optocht, waarin onder meer een prachtwagen van de Strabenders, de carnavalsvereniging van de middelbare scholen. En op die wagen glorieert het dochtertje van de Nauwe. Ergens langs de route staat haar mama, die helemaal in de wolken raakt als ze ook zo'n lief terugziet. En de Nauwe zelf, met de Kloshaar Piele Hamelheers. Goed zo, jongen. Met de vrijgeleer, de Maastrichtse bedweter, wordt hier op fraaie wijze de draak gestoken. Het enige paard in de stoet trekt de zegekar van de boerenkapel van de stadswijk Limmel. Je kijkt er gewoon van op hoe ze hier neervallen. Je kan er maar het beste om lachen. Het is wat je noemt gekkenwerk, waar een serieus mens niets van begrijpt. En daar is de prins, die bewaakt wordt door de tempeliers en twee lieftallige dansmariesen. Leve zijne hooglustigheid, prins Louden Tweede. En vele van zijn onderdanen hossen en springen s'avonds urenlang in de starzaal, waar wij ook onze held, de Nauwe, herkennen. Die gretig gebruik maakt van het voorrecht van carnaval, het punen, het kussen van de maskers. Met volle teugen genieten. Nu zijn we wat we 362 dagen zo graag willen zijn. Mensen waar muziek in zit, ongemaskerd, ook al hebben we maskers op. En dan kan je vrouw naast je staan als je een ander omhelst. In hoog tempo raken de mensen en de voorraden uitgeput. In de Prinsentempel worden maandagmorgen die voorraden weer aangevuld. Tegen de middag gaan we de kater van de eerste dag verdrijven. Zure haring en rolmops is het recept. Rook hem nog maar een beetje, smaak heb je toch niet meer. En de vis moet zwemmen, desnoods zonder gaat. Jeugdige trommelaars banen de weg voor de koninklijke harmonie die smiddags de ouverture blaast tot de kinderoptocht. De Maastrichteneertjes dragen hun sleutels bij voor de actie Doe Open ten bate van de vluchtelingen. Liefdadigheid en plezier gaan in onze stad hand in hand.
vrouwelijke bewondering voor het prinske en het ruitje van Elf. Het is zo schoon. De broeders zien hun leerlingen terug als professors, als gekooide geleerden zonder Maastrichtse universiteit. En ook deze briljante stoet, onder persoonlijke leiding van prins Louis II op deze lentedag, met een gevolg van tienduizenden feestgangers. Charmant en levenslustig is ook het straatcarnaval dat dit jaar wel bijzonder door het weer wordt begunstigd. Wie lang genoeg in de tropische cafés rondgehuppeld heeft, kan nu zonder overjas een luchtje gaan huppelen. Want buiten is het goed en de stemming is er op het best. Zo ging het zondagavond, zo ging het maandagavond en zo gaat het ook op dinsdag op vastelavond. De politie, in deze dagen zeer soepel, neemt gelaten de hulde van de maskers in ontvangst. Op het Vrijthof keert prins Lou tegen middernacht terug bij zijn grote liefde, het Mooswief. Eerbiedig groeten zijn adjudanten de beroemde groentevrouw, die even later uit de zevende hemel van de zotheid moet nederdalen en oppertempelier Jacques Chapin denkt er het zijne van. Ten teken dat het carnaval ten einde is, wordt het Mooswief door de govies, de Maastrichtse politieagenten, opgebracht. De oude dame wordt ook uitgeleide gedaan door de Nauwe en zijn vrouw. Die vinden bij de bestorming van het politiebureau nog iets heel bijzonders. En als eerlijke Maastrichtenaren brengen ze het direct naar de afdeling gevonden voorwerpen. Het linkerbeen van het Mooswief. Carnaval is voorbij. Maar de Nauwe gunt de inspecteur nog graag een paar punnekes. En dan naar huis, met een zwaar hoofd en pijnlijke voeten, maar alaaf de vastelavond.